Goedendag en welkom bij het COVID-19 Journaal voor vandaag, maandag 20 september. Vandaag in het journaal. 100.000 sneltesten gearriveerd in Suriname. Vaccins vervallen binnenkort. Speciaal gezant vanuit Nederland niet tevreden met het verloop van vaccineren. Mensen houden zich niet aan de isolatie-instructies. En ik ben 9 jaar. Vandaag ga ik vertellen over COVID-19. COVID-19 is zo gevaarlijk dat ik alle dingen die ik vroeger heb gedaan niet meer doe. Zoals met je vriendjes spelen, wandelen en naar judo les gaan. COVID is zo gevaarlijk dat het mensen besmet raakt. Daarom hebben we een regel gemaakt, Mohana-regels. Mondkap ophouden, handen wassen. En afstand houden. Jammer voor mij ben ik nog niet gevaccineerd, omdat de mensen geen vaccinatie voor kinderen als mijn leeftijd gemaakt hebben. Daarom is mijn familie wel gevaccineerd en hun moeten op mij letten en ik moet op hun letten. Daarom moeten wij en ons allemaal op aarde extra op de Mohana-regels letten. Afstand houden, mondkap houden en handen wassen. Ik roep iedereen op om te gaan vaccineren, om niet jezelf alleen te beschermen, maar ook je familie. Goed, ik aspoel! Shang Yeon-shu gaf aan dat isolatie begint vanaf het moment dat de dokter het advies gegeven heeft of als iemand zelf besluit de COVID-19-test te doen. Nadat iemand de COVID-test gedaan heeft, dient de persoon direct naar huis te gaan en zich af te zonderen van anderen. De arts benadrukt dat sommige mensen na de test zich niet houden aan de instructies gegeven door de artsen en het BOG. Zij gaan winkelen of op familiebezoek en bij aankomst thuis krijgen ze te horen dat ze positief zijn. In die tussentijd hebben ze in al hun gedragingen voordat ze het resultaat kregen, reeds de kans gehad om anderen te besmetten. Het advies is nog altijd volgens haar direct naar huis te gaan om ervoor te zorgen dat anderen niet in gevaar worden gebracht. De isolatie begint in principe vanaf het moment dat je het advies krijgt van de dokter of als je zelf besluit om die COVID-test te doen. Nadat je die COVID-test hebt gedaan, direct naar huis gaan en afzonderen van anderen. Ik benadruk dit omdat sommige mensen na die test gaan winkelen, op familiebezoek gaan en thuiskomen te horen krijgen dat ze positief zijn, maar in al hun gedrag voordat ze het resultaat kregen, of ze zeggen ik moet mijn mondkap afzetten. In al het gedrag voordat ze hun resultaat kregen, hebben ze wel al de kans gehad om anderen te besmetten. Dus als je besluit om die test te doen, of als je het advies krijgt om de test te doen, is het de test doen en naar huis gaan en je isoleren van anderen, alleen maar om ervoor te zorgen dat je geen andere mensen bewust of onbewust besmet. Als je thuis bent, en je hebt zeker als je thuis bent en je woont samen met andere mensen die geen COVID hebben, hou binnenshuis je ook aan de regels van Mohana. Als je in hetzelfde ruimte bent als de andere personen, zet je mondneuskap op, hou afstand, was je handen regelmatig. Als je testresultaat krijgt en het blijkt positief te zijn, dan zijn er een aantal leefstijladviezen. Eigenlijk primair moet je ervoor zorgen dat je lichaam zelf kan vechten tegen COVID.
Je moet je lichaam die weerstand boost geven om te vechten tegen COVID. En een van die dingen is gezonde voeding. Blijven eten. Ook al heb je geen eetlust, ook al zeg je het eten smaakt naar niks, blijf eten. Als je 2-3 dagen niet eet omdat het eten niet lekker is, verzwakt je lichaam door tekort aan voeding. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft zondag 19 september 100.000 sneltesten ingevlogen voor het ministerie van Volksgezondheid. Deze sneltesten zijn een donatie van Nederland, welke onderdeel is van de schenkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. De overhandiging werd gedaan door speciaal gezant van Nederland, Mark Sprengers, namens de minister van Volksgezondheid in Nederland, Hugo de Jonge. Namens minister de Jonge van Volksgezondheid uit Nederland mag ik hier 100.000 sneltesten overhandigen aan minister Ramadhin. Dat is heel belangrijk, omdat je dan heel snel kunt weten of iemand positief is of niet. En daardoor weet je meteen of iemand wel of niet moet worden geïsoleerd. De minister van Volksgezondheid, Dr. Anders Umar Ramadhin, heeft tijdens zijn werkbezoek in Nederland samen met de minister van Volksgezondheid en Welzijn van Nederland, Hugo de Jonge, deze schenkingsovereenkomst getekend. Volgens Ramadhin zijn deze sneltesten op het juiste moment aangekomen in Suriname en kunnen wij nu binnen 20 minuten na het afnemen van de swabtest weten als mensen positief of negatief zijn. De testen hebben een hoge gevoeligheid voor COVID-19 en zullen landelijk worden ingezet in de strijd tegen COVID-19. Hierdoor kan men sneller in isolatie om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. We hebben vandaag 100.000 sneltesten mogen ontvangen. Deze testen zijn onderdeel van de schenkingsovereenkomst die in de week van het werkbezoek in Nederland tussen mij en de collega van Volksgezondheid in Nederland, minister Hugo de Jonge, zijn getekend. En we zijn heel blij dat al na een week er zichtbare resultaten zijn. Het is een schenkingsovereenkomst die bestaat uit 100.000 sneltesten en ook beschermingsmiddelen, medische beschermingsmiddelen voor de duur van een jaar. En die zijn die medische beschermingsmiddelen die zijn natuurlijk zoveel dat we het niet via de luchtvracht gaan doen, maar dat er is toegezegd uit Nederland dat het via de zeevracht binnenkomt. En de 100.000 sneltesten die zijn, zoals u ziet, worden die nu ingeladen. We hebben de zojuist overhandiging gehad, ceremonieel, door Dr. Mark Sprenger als speciaal gezant uit Nederland. En deze testen zijn een grote aanwinst op het moment waarin we nu zijn van de vierde golf. Namelijk dat wij de wachttijd voor het wachten op een suspect persoon met COVID-19 drastisch kunnen inkorten. Dan praat ik over letterlijk meer dan een dag nu naar 20 minuten. Dus dit is echt wel handig in de strijd tegen COVID-19. De testen, die heeft Dr. Mark Sprenger zojuist waarschijnlijk al uitgelegd, die hebben een hele hoge gevoeligheid voor COVID-19. Dus je kan het bijna vergelijken met een PCR-test. En wij kunnen met zekerheid stellen dat indien een persoon met klachten bij deze test er een positief resultaat komt, dat het vrijwel 100% gaat om COVID-19. En uiteraard zullen de technische mensen, de deskundigen, de doktoren verder beslissen mocht deze test negatief uitpakken bij iemand met klachten. Dus we zijn heel blij op het moment dat wij dus nu deze testen al feitelijk vanaf morgen kunnen inzetten via al onze swabposten. De testen zijn van een wereldbekend merk. En het zijn testen die ook al in Europa en in grote delen van de wereld al routinematig worden ingezet bij de detectie van COVID-19. Dus ook hier in Suriname uiteraard ga je naar. En het zijn allemaal goede testen. Het zijn geen testen die nu vervallen. Het zijn testen die pas volgend jaar vervallen. Dus de testen kunnen nu al ingezet worden. Altijd zou je wel hebben dat conform protocol je hier en daar even nog moet gaan valideren. Maar ik denk dat dat een kwestie is van een paar dagen. Maar belangrijk is dat we deze testen nu al grootschalig verspreid over het land moeten gaan inzetten om de detectie van COVID-19, dus het vaststellen van COVID-19,
bij personen met klachten te versnellen. En dat is een hele grote aanwinst. Het baart enorme zorgen dat heel binnenkort heel wat vaccins zullen vervallen. Niet alleen in Suriname, maar over heel de wereld zullen de vaccins vervallen. Wij moeten voorkomen dat wij deze kostbare vaccins waarvoor wij zoveel moeite gemaakt hebben, moeten gaan zien vervallen. Dus een dringende oproep naar de samenleving. Laat je nu nog vaccineren voordat de vaccins niet meer te gebruiken zijn. Wij hebben uiteraard ook te maken met niet wij alleen, ook heel veel landen in de regio. We hebben laatst een CARICOM-staatshoudervergadering gehad, waar ik samen met de president mocht meedoen. Ook heel veel landen hebben te maken met een vervaldatum aan vaccins. Ook in Suriname hebben wij dat. We hebben een duidelijk, redelijk goed overzicht over de vervaldata. Bij deze de oproep aan heel veel aan de burgers om gelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om nu nog je te laten inenten. We hebben genoeg steun gehad uit Nederland. We hebben genoeg steun gehad via Amerika met Pfizer. We hebben genoeg steun gehad uit China. We hebben ook uit COVAX zelf aangeschaft. Al deze vaccins hebben een vervaldatum. En we willen zeker voorkomen als overheid, als land, dat wij deze kostbare vaccins gaan zien vervallen. Er zijn heel veel landen in de wereld waar mensen nog niet eens toegang hebben tot vaccins. Geloof het me. Wij zijn nu 7 maanden aan het vaccineren. Maar er zijn nog landen in de wereld die nog geen toegang hebben tot vaccins. En de mensen staan te popelen om te vaccineren. Ik zeg nogmaals, we hebben vaccins. We hebben genoeg vaccins. We proberen nu met andere soorten communicatie mensen te overtuigen. Er is geen plicht, maar we proberen mensen te motiveren, te overtuigen. Laten we met z'n allen proberen te voorkomen dat het vaccin gaat vervallen. Want we gaan als overheid ook niet schromen om landen die ernstig tekort hebben aan vaccins en die echt willen vaccineren, dat wij als overheid wel die humanitaire daad willen plegen om andere landen te gaan geven voordat het vervalt. Dus wij willen zeker onze Surinaamse burgers als eerste helpen. Wat ze niet anders kan, we zijn deel van de wereldgemeenschap. We zijn deel van internationale organisaties als CARICOM. En als landen onze beroep op ons doen, hebben jullie vaccins, dan gaan we ze moeten doneren, helaas. Dr. Mark Sprenger is nu al geruime tijd in Suriname als speciaal gezant van de Nederlandse overheid. Hij moet erop toezien dat het vaccinatieproces vlot verloopt en adviseren waar nodig. Op de vraag als hij tot nu toe tevreden is met het proces. Nou, er wordt heel hard gewerkt, maar als ik eerlijk ben, ben ik niet tevreden over de vaccinatiegraad. Ondanks dat er heel veel wordt gedaan om dat omhoog te krijgen, constateer ik dat die nog veel te laag is. En dat betekent dat heel veel mensen kwetsbaar zijn om ziek te worden en vooral om in het ziekenhuis terecht te komen. En we weten dat het ziekenhuis hier al overvol ligt in Suriname. En daarom is het belangrijk dat meer mensen zich laten vaccineren. Dus daar ben ik niet tevreden over. Nou, we proberen beter te communiceren om uit te leggen wat het belang is. We zien ook positieve voorbeelden van bijvoorbeeld Casipora. Dat is een heel erg mooi voorbeeld hoe het ook kan. Dus we proberen dat te doen. We geven ook iedere week een persconferentie met experts die uitleggen wat het belang is. En ik hoop dat mensen dan begrijpen hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren. En om ook alle vragen te beantwoorden rond vaccinaties. En met dit verslag zijn we aan het eind gekomen van dit journaal. Laat je testen bij elk griepverschijnsel. En als je getest bent, blijf thuis totdat u het resultaat heeft. Ga niet op straat, want mocht na de test blijken dat je positief bent, kan dat vervelend gaan worden voor degene met wie u in contact bent gekomen. Let goed op uzelf, maar ook op uw medemens. Tot de volgende keer.